spelen toch niet voor de liefheid? Ja, nee, ja, er komt inderdaad een maar. Oh. Ja. Zo nu en dan ook wel in staat geweest in het verleden om mooie dingen te doen. Maar? Enigszins bij de PDC. Iets meer bij de BDO. Maar ja, meer dan dat is het ook niet. Het is niet zo dat er nog een versnelling op zit. Het is ook niet zo dat hij ergens ook maar op lijstjes voorkomt om heel ver in dit toernooi te komen. En de Gilding, dat vind ik een hele vreemde speler. Vorig jaar kwam hij in één keer op, speelde hij goed. Hij haalde de halve finale van de UK Open. Ik kan me ook nog een wedstrijd tegen Phil Taylor herinneren op de matchplay, waar hij heel stout de eerste set wist te pakken. En zo nu en dan kan die Gilding echt fantastisch darten. Alleen daarna viel het compleet stil rondom deze beste man. Inderdaad, nog maar op het nippertje geplaatst voor dit WK. Ja, Gilding nummer 47 uiteindelijk. Henderson als 31ste geplaatst voor dit WK. Ja, hij moest het hebben van een 15e plek op de Pro Tour ranking. Ja. Dus via een soort zijweggetje nog hier op het podium. Ja, en we spelen dus op deze zaterdagmiddag de vier partijen. Vooral in het rechtsbovenstaatje van de mooie bracketlijst die collega Nieuwland heeft gemaakt. De winnaar van deze partij treft dus Gary Anderson. En dit zit allemaal in het rijtje waar Jenkins en Payne ook net in zaten. En waar Benito van der Pas ook in zit. En van der Pas is dus de Nederlander die als laatste op deze zaterdagmiddag in actie komt. Oh, uit het boekje was deze hoor. Met alle rust en alle tijd van de wereld. Ah, hij kan wel meteen Anderson gaan breken. Dat zal dan moeten gaan gebeuren via de dubbel 10. Dit is ook de tijd nemen. Het is tegen alle wetten van het darten in voor beide spelers eigenlijk. Ik zal zo nog wel even vertellen waarom. Dubbel 10 hier voor Gilding. Dus gaat Henderson schommelen om 114 uit te gooien. Ja, het begint met een 1, die gaat niet meer uit. Gilding had al 3 pijlen voor de dubbel 10 gemist. Nou neemt hij weer altijd, hè? Ja, dit is wat Gilding doet. Dit is zijn ding. Ja, de vierde pijl zit er wel in. En hij breekt meteen Henderson en brengt de stand op 1-0. Ga nog even terug naar dat verhaaltje afronden. Nou ja, mocht u nou niet heel vaak naar darten kijken en aan een expert vragen van joh, wat zijn zo een aantal regels, een paar standaard zaken waar ik rekening mee moet houden. Nou ja, één daarvan is hou je lichaam zo stil mogelijk. Een andere is sta recht voor het bord. Probeer een vloeiende beweging te maken. Nou ja, dan krijgen we nu Henderson. Je ziet hem schommelen. Dat doet hij al zijn hele leven, zijn hele carrière lang. Vanaf leek zei het al, piek het er ook niet over om dat aan te passen. Dit is nou eenmaal de manier hoe hij speelt. Ik ken geen andere speler, in ieder geval op hoog niveau, die dat ook doet. Ja, en Gilding, die loopt naar de okkie. Kijkt dan naar zijn pijlen. En vervolgens verplaatst hij dat lichaam naar de zijkant. Dus echt helemaal op het hoekje. Dat is een vaste routine van Gilding. En ook dat is iets wat je niet vaak ziet, maar wat werkt voor Gilding. En dit is alweer zijn tweede 180 in lek nummer 2 van deze wedstrijd. En dit is het antwoord. Goeie beurt daar voor John Henderson. De nummer 32 op de Order of Merit. Runner 37,
43-jarige schot voor 81. Even kijken waar Gilding op staat. Ja, gewoon naar de 12 dus. Om een pijl te krijgen op de bol. John Henderson. Op de bol. John Henderson. Third leg, John at throw first. Game on. Henderson die namaakte op Lakeside in 2005. Hij had daar het record van het aantal 180ers in een wedstrijd gespeeld over 5 sets. Geweldige wedstrijd was dat tegen Adams. Kreeg ook een pijl voor de wedstrijd. Die werd alleen gemist. Sinds 2011 actief voor de PDC. Daar nog geen mooie titels weten te winnen. Ja, naast de kwalificatie via Q-School. Titels die John Henderson wel op zijn naam heeft staan. Dus komt allemaal uit zijn periode bij de BDO. Maar ja, de palmares van Gilding is ook nog leeg. Of is leeg. Het is wel grappig, want wij hoorden net nog een interview met de winnaar van de vorige partij, Terry Jenkins. Die zegt, joh, ik heb maar 3 uur getraind de afgelopen 3-4 weken. Ik vind het allemaal wel genoeg eventjes, dat constante trainen, dat constante darten, dat constante dit, constante dat. Joh, met 3 uur oefenen voor deze eerste wedstrijd sta ik er ook gewoon. Zei het in die hele periode? Zegt hij. Dat betwijfel ik. En zegt ook dat hij eigenlijk voor dat vorige toernooi, de Players Championship Finals, eigenlijk ook niet zo heel veel gedaan heeft. Joh, laat me gaan. Ik oefen niet meer zoveel. Ja, het is mooi, het brengt, hè? Het is geen snelle wedstrijd waar we naar aan het kijken zijn. Het is wel een interessante. Fontito. 80 voor Henderson. Triple 20 is raak, dus dubbel 10. Oeh, dat scheelt een centimeter of 2. 60. Ja, maar goed, Gilding heeft niet zijn beste lek tot nu toe. Dus Henderson mag zo meteen terugkomen om zijn eigen lek te behouden en de stand dan op 2-1 te brengen. Deze Gilding gaat beginnen aan zijn derde WK. Verloor in het eerste jaar van Robert Fortin met 3-0. Ja, daarna versloeg hij Kirby Price met 3-0. Maar verloor hij vervolgens weer van Adrian Lewis met 4-0. Had toen wel een goed gemiddeld, hè? 103. Henderson, 2-1. Hij kan echt wat darten, hoor, die Gilding. Maar ja, hij is inmiddels ook 46 lentes jong. Dan kan je ook serieus afvragen wat we nog van Gilding te zien krijgen de komende jaren. Goed moment om u even bij te praten wat u behalve televisie kijken ook nog bij ons kunt doen deze periode. Ik kan me voorstellen dat u de komende dagen nog moet werken. Nou, niet allemaal, maar sommige wel. Darts Radio, nieuw. U kunt ons dan ook volgen op het moment dat u in de auto zit, aan het werk bent, onderweg of met de familie op een verplicht kerstuitje moet, maar dan alsnog gewoon kan luisteren. RTL7darts.nl, ga daar naartoe en daar vind je alle informatie hoe je Darts Radio kan beluisteren. En kun je dus gewoon ook live via de radio deze wedstrijden volgen. Ja, ik zou zeggen, en niemand die in de gaten heeft dat jij nog met een oordopje iets anders aan het doen bent. Nou ja, dat je vanavond naar zo'n verplicht feestje moet ergens in het land en dat je weet dat Van Gerwen speelt en dat je denkt, ja, weet je, ik zeg af en toe ja en zeg dat het mooi weer is buiten en dat het allemaal goed gaat, maar ondertussen luister ik. Die tip, ja, goed wel. Die tip ga ik onthouden. Ja, zo was die niet bedoeld. Maar wel gaaf dat we dat er dit jaar bij hebben. Want zo kun je gewoon waar je ook bent dit toernooi volgen. En zeker met zoveel Nederlanders nog die in actie moeten gaan komen de komende dagen. Alleen maar gaaf dat je het niet alleen via de tv hoeft te volgen. Gilding staat weer op zijn favoriete plekje. Oftewel aan de zijkant van de okkie. Laat 84 staan.
Ja, gemiddelde van Henderson zit iets boven de 95. Gilding blijft onder de 90 zitten voorlopig. Maar heeft zo meteen wel de kans om de stand op 2-2 te gaan brengen. Gilding. Triple 20, dubbel 12. Of 20, 14 en boel. Het wordt de laatste. Nee, hij gooit een triple 14. Ook goed. Dan gaan we naar dubbel 11. 62. Dat is pech voor Andrew Gilding tegen het ijzer. Dus John Henderson. Big Bad John. Via dubbel 16. Daar ziekt hij uiteindelijk via dubbel 10 nu. Nou, dat lukt hem niet. Kans daar voor Henderson, maar hij pakt hem niet. En dan moet hij af gaan wachten wat Gilding doet op dubbel 11. En die gooit hem. 2-2 in set nummer 1. En we gaan ons opmaken voor de laatste leg. Ja, Henderson dus uit het stadje Huntley. Doet als beroep oil rigger. Weet jij wat het is? Oil rigger? Ja, absoluut. Maar dat vergt wel even de tijd om het uit te leggen, hoor. Ja, en niet onbelangrijk. Henderson heeft in de laatste drie van zijn vier deelnames hier nog nooit ronde 1 overleefd. Vraag maar aan John Parks, vraag maar aan Darren Webster en vraag maar aan Vincent van der Voort. En dat zal nog ergens ook in het achterhoofd zitten. Het is de rust. Het is een enorme boost die Gilding steeds ons als kijker geeft op het moment dat die 180ers er zo in alle rust uitrollen. Nou, dat is goede timing van Gilding, die in deze openingsset zo rond de 90 staat te scoren. Qua gemiddelde Henderson, kleine 96. Ze staan toch best wel oké te spelen, deze heren. Het gaat niet snel. Maar ze hoeven zich absoluut niet te schamen. Henderson op weg naar een finish. 120 blijft staan. En het blijft bizar, hè? Of het nu dag 3 van het toernooi is of straks begin januari, de laatste dag. De sfeer is hier zo bijna onbeschrijfbaar. Oeh, valt in de 1. Ja, ik weet het wel. Elk jaar heb ik weer het plan om gewoon eens een keer een dagje te gaan kijken. Maar ja, dan belt RTL 7 en dan mag ik hier over darten kletsen, wat ik net zo leuk vind. Maar dan google ik wel eens op kaartjes. Dan kan je inderdaad voor de openingssessie zo nu en dan nog ergens een open plekje op de tribune om nog een kaartje te kunnen kopen. Maar de rest is gewoon stijf en stijf uitverkocht. Alle dagen lang, alle sessies lang. Gilding mist de poging voor topstops. Dus alsnog John Henderson tops om de eigen set te behouden. Valt hij weer in de 1. Dubbel 16 dan maar. Dubbel 16 dan maar. Henderson pakt uiteindelijk met 3-2 de overwinning in de eerste set. In een partij die ongetwijfeld nog spannend gaat worden tussen deze twee grootheden. Ja. Sorry, want ik ga weer gooien. Ja, de enige overwinning van John Henderson hier op dit WK was 3 jaar geleden. Toen die verrassende nummer 7 Dave Chisnell uitschakelde in de openingswedstrijd. Toen kwam Henderson Mark Webster tegen in ronde nummer 2. Oeh, dat was wel een partijtje hoor. 2 extra legs toen. En in de 7e, de finale set, miste Henderson zijn dubbels. En uiteindelijk pakte die niet de zegen. Ja, het zijn twee spelers die we wat minder vaak op de grote podia zien. Zojuist tijdens de pauze hadden we het al even over. Ja, het klinkt negatief, maar het is wel zo. Het zijn van die
eeuwige middenmotor. Nou ja, ik zei grootheden. En toen keken we elkaar eigenlijk aan van, ja, was dat het juiste woordkeuze? Ik denk, ja, goed, wat moet je dan zeggen? Ja. Maar goed, ze staan hier wel. Dus dat betekent dat ze vloertoernooi aan het spelen zijn. En die spelen ze ook echt allemaal. Beiden. Dus die uitslagen heb ik er maar eens bijgehaald. Of ze daar wel eens iets goeds flikken. Maar ook dat valt eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, een klein beetje tegen afgelopen seizoen. Even kijken wat Gilding doet op 121. Die gaat even zeuren op 121. Boel over, hoeft er niet voor te gaan. Doet hij dus ook niet. Laat top staan. Henderson ver, ver weg. Gilding. Kom terug. Neem zijn tijd om via top zijn stand op 1-0 te brengen. Oeh, die is ver boven. Game shot, the first leg. Zonder al te veel tegenstand van Henderson in deze eerste leg van de tweede set pakt hij zijn voorsprong. Ja, en ik zei al, ik was even naar alle vloerwedstrijden aan het kijken. Nou, om te beginnen bij Gilding. Doet dus overal aan mee. Dat zijn dus al die Players Championship toernooien. Zijn qualifiers voor wat grotere toernooien, ook voor Eurotours. En dan zie je de ronde die ze gehaald hebben en het gewonnen prijzengeld. Nou, dat valt echt wel tegen hoor. Zeker de laatste maanden. Vaker niet in de prijzen dan wel. Hier en daar een keer de laatste 16. Maar ook heel vaak de eerste ronde eruit. Ik zie een halve finale in juli voorbij komen. Players Championship in Barnsley. Oké. Okay. Ja, dat is het dan wel zo'n beetje. Ja, het lijkt een beetje op knollenvoer op nou, weet je wat is? Het is natuurlijk ook, kijk, zij loten elkaar nu in die eerste ronde. Nou, weet je, dat is dan gebeurd. Maar je merkt wel, tenminste, ik weet niet hoe het bij jou is en bij de mensen thuis. Maar je merkt, van de eerste partij heb je dan twee hele nieuwe jongens die je eigenlijk niet kent. Jors Peenet was eigenlijk debutant hier op het WK. Dus daar kijk je ook naar van, wat kan hij doen? En nu kom je weer een beetje in die, en daarom zat ik van grootheden, dat woord wat ik straks gebruikte, gevestigde orde, die je nu ziet, of middenmotors, het woord wat jij gebruikte. Daar kijk je toch weer heel anders naar. Ja. En dat WK, dat blijft. Jij zegt het ook constant. Het blijft, en de collega's Visserhaven in Nieuwland zeggen dat ook, door die nieuwe aanwas die er komt, die qualifiers die dan wellicht voor een verrassing kunnen zorgen, dat zijn toch de wedstrijdjes waar je heel anders naar kijkt. Neemt niet weg dat deze mannen gewoon een ding doen. En goed kunnen darten. Kijk maar eens hier. Henderson 121, triple 20 is raak. Dus naar de 11, dan gaan we naar de boel. Ja, 1-1. Dat is niet de eerste boel van Henderson in deze wedstrijd. En wat een vriend en collega Stom P. ook aan tafel zegt, hè, ook de maniertjes, ook dat is al leuk naar te kijken, die Gilding. Die standaard dingetjes in zijn stijl verwerkt, hè, klagen, dat duimpje aan de zijkant van de okkie. Hij moet in het midden beginnen, dat lijkt bijna op dwangneurose. Een lichte vorm dan. Een lichte, hele lichte vorm. Die heeft iedereen wel, toch? Ik leg even mijn pen recht. Nee, maar je ziet die Henderson ook af en toe kijken. Met zo'n blik van, ik moet me inhouden. Ik moet er niks van zeggen. Van, joh, kom op nou. Ja, Henderson die niet een heel geweldig seizoen op de vloer heeft. Ik zie bij Henderson toch nu en dan nog wel een halve finale voorbij komen. Want kwartfinale is ook niet veel, hoor. Op één hand te tellen. Dit seizoen, dit jaar. 23. Nou ja, het laatste toernooi, want wat Henderson speelde, was de Players Championship Finals. Heeft hij kunnen zien op RTL 7. Toen was het Gary Henderson die eigenlijk vernietigend met een 6-3 voorsprong doorging. 100. En Henderson strandde tijdens de European Darts Open tegen de Nederlander Jan Dekker. 6-4. Hij heeft natuurlijk wel keurig al die wedstrijden van de Players Championship afgewerkt. Om bij de finals uiteindelijk wel mee te mogen doen. Maar het is niet dat je zegt van nou. Nee. Maar Henderson net even iets jonger dan zijn tegenstander. Ja, want Gilding is 46 geworden, 7 december. Ja. Henderson 43 volgens mij. Wel een verschilletje tussen deze heren. Ja, ik had het al even over de carrière van Henderson bij de BDO. Hij heeft toch best wel veel belangrijke podiumwedstrijden mogen spelen in zijn carrière. Dat is wel een verschil tussen beide mannen.
Henderson in totaal 47 wedstrijden gespeeld op major podia, om het zo maar even te noemen. Al meer verloren dan gewonnen. 20 gewonnen, 27 verloren. Gilding 25 keer op een groot podium. En ook meer verloren dan gewonnen. Hij heeft 14 potjes verloren en 11 gelukkig wel weten te winnen. Big John zet via tops de stand op 2-1 en breekt daarbij Gilding. Het was wel interessant, omdat vlak voor dit middagprogramma begon en wij live bij u zijn hier op RTL 7. Ja, ik vind voorprogramma vind ik altijd een heel fout woord. Maar er werd al gedart terwijl het publiek binnenkwam. Met de Nederlander, Niels. Ja, dat klopt, ja. Ik weet niet precies of er gespeeld werd terwijl iedereen al zat, of dat een uurtje ervoor. Dus tijdstip weet ik niet, maar ik weet dat voor aanvang van de middagsessie is er een jeugdwedstrijd gespeeld op dit podium. Een finale wedstrijd van de JDC. Een soort jongere tak van de PDC, onder de 18. Dus wat jonger allemaal. En inderdaad, Nederlander Michael Verberg was geplaatst voor die finale wedstrijd. Hij nam het op tegen, dan moet ik heel even kijken, Jim Marston. En Michael Verberg wist te winnen met 4-0. Open ook die wedstrijd met een 180 en volgens mij ook een 100+. Finish. Dus die mocht het podium vanmorgen, begin van de middag, even opwarmen. Om de Nederlandse zaterdag te openen hier tijdens dag 3 van het WK Darts. Hierna, dames en heren, zowel op de radio als op tv, gaan we u meenemen naar de Nederlander Benito van der Pas. Die gaat spelen in de eerste ronde tegen Tenkusha, die eerder vanmiddag zijn kwalificatievoorronde won. En vanavond komt Van Gerwen in actie voor de eerste ronde. En we weten van vorig jaar dat dat geen makkelijke eerste ronde was tegen René Eidans. Dat was billenknijpen toen. Dat kan je wel zeggen. En dan is zo'n eerste ronde voor iedereen overleven. Gilding, 164. Kan nog steeds. Kan daar een triple 19 naast. Ja, we gaan naar de boel. Gilding. Ja, dus Henderson nu om via tops de stand op 3-1 te brengen. En snel rekenend de stand op 2-0 te brengen in sets. En die kans, achter in beeld zag u het heel even, dat Gilding nog met het doekje. Het vervolg van de partij Henderson-Gilding. Even snel nog naar de gemiddelde kijken. Gemiddelde van Henderson bijna 95. Gemiddelde van Gilding zit net onder de 97. Finishpercentage van Henderson zit op 46,15. Van Gilding op 33,3. Ja, en we hebben ook al 4 keer een 180 score mogen zien in deze wedstrijd en mogen noteren. Dus wat dat betreft zitten we gewoon naar een redelijk goede pot darts te kijken. Nou, dat we een hele fleet aan Engelse spelers hebben, dat weten we. In totaal 4 schotten op dit WK, waar Henderson dus één van is. Uiteraard naast Anderson Wright. 60. En Thornton. Laat ik vooral Thornton niet vergeten. De winnaar van deze wedstrijd mag het gaan opnemen tegen tweevoudig en huidig en dus regerend wereldkampioen Gary Anderson. In ronde 2. Fifty-five.
Het is zaterdagmiddag 16:45. Vanavond rond een uur of 11 komt hij pas op het podium. Maar Eli Pelli is er alvast klaar voor. Ja, en reken maar dat het gros van de mensen in deze zaal straks heel even eruit moet om een hapje te gaan eten. Kunnen ze heel even de zaal schoon gaan vegen en dat het gros dan gewoon weer terugkeert. Omdat ze ook een kaartje hebben gekocht voor de avondsessie. Namelijk ook voor Van Gerwen. Henderson finish vanaf 54 om meteen een voorsprong te nemen in de derde set. We gaan naar boven. We gaan naar tops en het is 1-0. Zo blijft dat uitgooipercentage van Henderson absoluut goed. Maakt denk ik ook wel een beetje het verschil in deze wedstrijd. Ja, we hadden het al even over het vriendelijke karakter van Henderson. Ik zei al dat ik vrij veel uurtjes met hem gespendeerd heb tijdens de trooi die ik speelde voor de BDO. En je ziet altijd, er zijn twee verschillende soorten spelers. Spelers die er alleen maar hun ding komen doen. Alleen spelen, kletsen verder met niemand, zitten ergens in een hoekje. Vaak zijn dat ook de betere spelers, om heel eerlijk te zijn. Ja, en spelers die echt socializen, die een beetje tussen de mensen mengen en kletspraatjes houden met Jan en alle man. Stompé aan tafel is ook altijd zo'n speler geweest. Ik ook. En deze John Henderson ook. Hij kwam ook uit namens het Schotse team jarenlang. Was daar ontzettend trots op. Hij vond het verschrikkelijk toen hij toch de overstap wilde of moest maken naar de PDC. Ja, om daar niet meer voor uit te komen. Dat is dus wel iets wat je dan opgeeft. Kans voor Gilding om Selec te houden en de stand op 1-1 te brengen. Die is een belangrijke. Dat is 1. Dan maar 4-9. 87. Geen paniek, want Henderson speelt een kerstpunninglek. Zet het dan ook niet helemaal lekker weg om de druk erop te zetten bij Gilding. Die alle tijd heeft en alle rust heeft om de stand op 1-1 te mogen brengen. Nou, dat ook Andrew Gilding kan darten, dat bewees hij dus op de UK Open in 2015. Ik heb zijn lijstje er maar even bijgepakt. En daar waar de laatste 64 het op moest nemen tegen Kevin Painter. Die wedstrijd won die met 9-0. De laatste 32 vervolgens. Jelle Klaassen. Die won Gilding met 9-5. Een gemiddelde van boven de 100. De laatste 16. James Wade werd verslagen met 9-6, gemiddelde van 95. Kwartfinale, Mensur Suljevic werd verslagen met 10-8, weer een gemiddelde van rond de 100. Ja, toen was het klaar. Toen stond Van Gerwen in de halve finale, maar ook die wedstrijd was een goeie. Het werd maar, tussen aanhalingstekens, 10-8 voor het groene monster. Gemiddelde van Gilding in die halve finale. 108,37 in een verliesje. Je moet eens opletten zo op, u thuis ook trouwens, op als Gilding naar de okkie gaat. Let op wat er gebeurt. Kijk, dat is stap 1 en dan gaat hij tellen. Let op. Oh, de regie schakelt dan in Engeland net weer weg. Maar hij telt dan echt tot 2. 1, 2 en dan pas gooien. Ja. Collega's Nieuwlaat en Visrapen hebben van de week zitten timen bij de gigantisch snelle partij tussen Smit en Evans. Het is echt absurd hoe snel dat gaat. De snelste 180-100, ja, meen ik. Ja, het kan echt langzamer, hoor. Hier, daar gaat hij, let op. Dat is 1. Ja. Wat die vervelend. Mazzel heb ik nooit. Maar misschien nog wel belangrijker,
is dat Gilding zich langzaam maar zeker terugknokt in de wedstrijd. Ja, dit is de lek van Henderson. Henderson nu trippels gaan raken. 110. Dat is niet zomaar uit. Kan hij onder de 100 duiken? Dat doet hij. Goeie beurt hier van Henderson. 1, 2. Prachtig! Perfecte kamerpositie. Dit doet hij goed. Daar zijn. Oh, dubbel 10. Ja, dan gaat hij even nadenken. En dan blijft dubbel 15 over. Die zit eronder. 80. Dus, John Henderson. 84. Om op 2-1 te komen. En matchpoint. Ook dat nog. Naar de 14. Ja, dan weer Boel. Heeft hij al twee keer eerder geraakt. Dit keer niet. Derde keer niet. En dus heeft Goldfinger nu een kans om Henderson te breken. En op 2-1 te komen. Begin misschien van iets. Het is laat, maar het kan nog. De gemiddelde van Gilding ligt nog altijd hoger dan dat van Henderson. 94. Henderson op 89. Ja, en Gilding ruikt zo langzaam maar zeker bloed. Ja, het is ook niet zo dat Henderson overheen walst. Dus er komen echt nog wel kansen voor Gilding. Klampt zich goed vast in deze wedstrijd. Ja, want als hij deze leg pakt, dan brengt hij de stand in sets op 2-1. En dan knokt hij zich toch heel mooi terug in deze wedstrijd. Kijk maar, dit is ook weer zo'n lek van Henderson, wat Gilding weer de kans heeft. Henderson nog niet op een finish. Gilding kan hem netjes weg gaan zetten. Op 81 over zo om terug te komen. Henderson gaat hij de druk nog opzetten. 95. Andrew, you require 81. Voor de overwinning in set nummer 3. Andrew Gilding, Goldfinger. We tellen tot 2. Dubbel 13 voor Gilding. 68. Die valt aan de binnenkant. Ja, dan staat Henderson op een finish vanaf 151. Ja, dan staat hij eigenlijk te ver weg. Had hij toch echt een trippeltje meer moeten gooien in de voorgaande beurten. Het zal toch niet zo zijn dat Gilding in deze voor hem o zo belangrijke leg fouten gaat maken op 13. Oh, andere kant op. Ja, die kant op. Volgt u de pijlen? Daar zijn. Dubbel 4 nu voor Gilding. Dubbel 2 voor Gilding voor de set. 11 score. Ja. Nou. Kans voor Henderson. Wetende dat hij de lek hierna mag gaan beginnen. Als hij hem uitgooit. We gaan naar de 16. Er blijft Boel over. Die staat er lastig voor. Hij blijft gewoon op hetzelfde plekje staan. 53. Boel wordt gemist. De dubbel van Gilding lopen niet lekker. En dan zeggen we het netjes. Komt daar verandering in? Twee dingen kan hij doen. Gelijk de vol voor gaan of de eerste die iets boven parkeren. Hij doet het eerste. En dus staat het nu 2-1 in set. Ja, en gevoelsmatig zeg ik, er liggen nog kansen voor Goldfinger.
43. Daar waar wij bij een 2-0 voorsprong van Henderson in sets dachten, eindelijk door naar ronde nummer 2. Na het verleden al 3 maal van de 4 deelnemers uitgeknikkerd te zijn in ronde nummer 1. Is het Gilding die zich terugknokt in de wedstrijd. Benut de kansen die hij krijgt van Henderson, die dubbels mist. Hier zag je mooi het bewegen van Henderson in beeld. Het schommelen. 85. Ja, dat is dan zo'n wedstrijd als het zo gelijk opgaat. En gaat bij beide prima, maar ook niet spectaculair. Er is geen speler die wegloopt. Er is ook geen speler die in één keer een hele slechte lek aan het spelen is. Dan wordt het een kwestie van de langste adem, denk ik zo. Ja, het is niet een wedstrijd waar je thuis strak van op de bank gaat zitten. Van wat een spanning, wat een spektakel, wat een vuurwerk. Het is wel een wedstrijd die aangeeft hoe het spelletje darts in elkaar zit. Dus dat we een relatief veilige 2-0 voorsprong in sets 28. zien ombuigen nu in een 2-1 voorsprong. Dit is nu de boel wel. Ja, en om Gilding te gaan breken. Maar de triple 15 wordt gemist. Dan maar goed wegzetten. Is oké. Okay. Eerst maar zien wat Gilding doet vanaf 115. Begint op de 20, dus 95, triple 19. Ja, die wordt geraakt. Dubbel 19 dan. Gilding mist. 76. Nou, Henderson. Om weer een tikkie uit te gaan delen. Ja, na 2 verloren legs nu ook weer eens een leg te winnen. Ja, precies. Om Gilding het gevoel te geven van, joh, leuk. Ik ben er nog. Die set terug, maar ik dan ga moet het nu door. Wel. Dit was een belangrijke voor Henderson. Want normaal gesproken, vanaf 38 Gilding in zijn lek, zou je zeggen. Game 1-0. Andrew Gilding, second leg, John the first. Ja, daar had Henderson de kans. En die benut hij niet. Jo. Dit doet hij dan goed. Zijn tweede van de wedstrijd. En dit is dan ook precies weer op zo'n belangrijk moment. Is er een antwoord van Gilding? Het antwoord zijn deze beelden. Dit is knap hoor. Toch nog een triple gevonden met die laatste. Een mooi lopje van Henderson. Bij Gilding staat het cijfertje 9 nog in het gele vlakje. Die mag nu ook weg. Ja, Henderson heeft het initiatief in zijn eigen leg. Vindt de triples. 23. Ja, het is alleen een set van Gilding. Dus als ze alle twee gewoon keurig hun eigen legs houden, dan moeten we nog iets langer gaan wachten op de wedstrijd van Benito van der Pas. Dan gaan we een 5e en beslissende set gaan spelen. Vanaf 98, John Henderson. Triple 18 dan. Ja, dubbel 12. Toe maar.
1-1. John Henderson. Third leg Andrew to throw first. Game on. Maar Frank, we hebben het al, tenminste aan het begin van deze uitzending, hebben we het even over Vergerwe gehad. En wie in mijn ogen kans hebben om Vergerwe een goede dag te verslaan. Ja, dus dat zijn voor mij ook de kanshebbers om hier de titel te gaan winnen. Heb jij nog leuke outsiders waarvan je denkt, hé, daar moeten we goed op gaan letten? Ik denk dat je een beetje op hetzelfde lijstje uit gaat komen. Het enige, maar dat is eigenlijk wat ik zelf vorig jaar ook had, is dat ik hoop dat hij dit kielzog van Gerben, waar de druk vol op zal staan, een aantal andere Nederlanders verder kunnen komen. Waarbij Benito van der Pas een van die Nederlanders is die na een fantastisch seizoen 2016 wel eens vandaag kan beginnen aan een zeer interessant toernooi voor hem. Ja. Maar goed, dat geldt ook voor Jelle Klaassen. Vincent van der Voort wil scoren. Kijk, Van Barneveld, weet je, staat hier altijd sterk te spelen. Meulenkamp. Na die partij tegen Henderson ging de wereld voor hem open in alle opzichten. Ja, wat voor mij nog wel twee namen zijn die op mijn reservelijstje staan. Dat is Ellen Norris. 23. Vorig jaar uiteraard hier nog in de kwartfinale, maar echt een man die tot heel veel en hele goede dingen in staat is. En Corey Gatby, oftewel de junior. Ja, de junior die wereldkampioen werd. Ja, wiens naam, jij noemt hem nu, maar anderen noemen hem ook, hè? Als mogelijke gevaarlijke uitzet. Kijk, het zou heel goed zijn voor het toernooi als dat soort mannen, jongens, doorstromen. Zodat je in het verloop van het toernooi een keer andere wedstrijden krijgt. Ja, moet ik wel ook eerlijk in zijn. Bij de anderen weet je wel ongeveer wat je misschien een beetje kan gaan verwachten. Je weet waartoe ze in staat zijn bij nieuwe namen. Ja, dat beïnvloedt het wel. Hè. Dan denk je, die kennen we nog niet. Dus die gunnen we wel iets. Dubbel 10 voor Gilding voor 2-1. Henderson moet echt op gaan passen nu. Want als het Gilding lukt om Henderson nu te breken, dan staat het 2-2 in sets. En heeft Goldfinger zich briljant teruggeknokt in deze wedstrijd. Wat je er ook van vindt. Hoe je er ook over denkt, hij doet het wel. Ja, nu heeft... Terwijl ik nog even naar de mooie WK-poster aan het kijken ben van collega Nieuwlaat. Heeft Van Barneveld wel ongeveer de zwaarste loting ooit op een WK. 59. Green. Dan Robbie Green. Dan mogelijk Ellen Norris. Dan mogelijk Taylor. En dan zit Lewis nog in de buurt. Maar als Barney het heeft. Uiteindelijk Vergerwe in de buurt. Zoals hij het de afgelopen jaren had. Dan mag je alle namen opschrijven die je wil opschrijven. Maar als het er is, is het er. Ja, dat is waar. En dat bewees hij. Dat bewees hij vorig jaar in, in mijn ogen een van de mooiste wedstrijden die ik. En dat meen ik echt serieus op een WK heb gezien. Tegen Van Gerwe. De ambassadeur tegen de beste darter op dit moment ter wereld. By far. Ik vond het een heerlijke partij. En ook erg fijn voor Raymond. Ja, om op dat moment nog te bewijzen dat hij absoluut in de top zit. En nog in staat is om hele mooie dingen te doen. Nou, Henderson wordt roder en roder. En Gilding heeft voorlopig het initiatief in deze... vierde lek van de vierde set. Nou, ik zei al eerder, het wordt een wedstrijd van de langste adem. Gilding lijkt gewoon hetzelfde te doen. En is van plan om dat gewoon tot het einde vol te houden. Henderson, gemiddelde, is iets aan het dalen. Hij zat lang rond de 95, duikt nu onder de 90. Gilding voor de set, 123. 19 gegooid, dus triple 18. Valt een 4.
Is dit een slechte beurt van Gilding? Had hij meer mee moeten doen. Henderson om 2-2 in Lex gelijk te maken. Krijgt één pijl. Die krijgt hij op tops. Dit was een kans voor Henderson om op 2-2 te komen. Mag hij nog terugkomen? Normaal gesproken niet. Maar wat is er eigenlijk normaal in deze wedstrijd? Nou ja, 80. We kijken naar de 20. Ja, dat is een knappe eerste. Twee pijlen dus op dubbel 10. Ja, dan staat het 2-2. Toedeloe, voorsprong van 2-0, voorsprong voor Big John. Dit is een 2-2 stand. En voor u thuis, CQ, in de auto, whatever, luistert naar de radio. Het is 5:10. Met u wachten wij ook op de partij van Benito van der Pas. Dat gaat nog even duren. Ja, mochten beide heren zoiets hebben van we willen zo lang mogelijk op dit podium blijven staan, dan betekent dat dat we een tiebreak gaan spelen. Oftewel, vanaf 2-2 moet er met 2 legs verschil gewonnen worden, blijft dat gelijk opgaan. En staat er 5-5 op de grote scoreborden hier in Ali Pelli en op uw beeldscherm. Dan gaan we een laatste leg spelen. En dat allemaal in ronde nummer 1 van het WK Darts 2017. 72 spelers, 16 debutanten en dus 10 Nederlanders, waarvan wij gisteravond en u ook thuis massaal heeft genoten van het optreden van Jerry Hendricks. Die won zijn kwalificatiewedstrijd en mocht het toen opnemen tegen Peter Wright. Super om naar te kijken. Hij haalde het niet, maar heeft zichzelf wel weer eens getoond op dit podium. Ja, die tweede set was jammer. Die had hij kunnen pakken. Ik denk nog steeds niet dat hij gewonnen had, want Peter Wright gooide gewoon een gemiddelde van boven de 100 in ronde 1. Dat is best knap, gebeurt niet zo vaak. Ik zag ook een tweetje na afloop, of vandaag weet ik niet precies, van Barry Hearn. De voorzitter van de PDC, de grote baas, en die tweette naar Jerry Hendricks. Vooral zo doorgaan. We hebben spelers nodig zoals jij. Waarop Jerry overigens heel amicaal antwoordde. Ik voel me als een vis in het water. Ja, nee. Dat had ook gekund, maar hij antwoordde iets van dankjewel Barry, dat ga ik doen. Ah. Mr. Hearn had ook wel gekund. Ja, maar weet je, het is ook goed, want je hebt de gevestigde namen waar je toch als Nederlands kijkerspubliek naar kijkt. Henderson komt hier wel weer op 1-0, dat mogen we niet vergeten. Maar ik vind dat gewoon gaaf, dat je dan een beetje van die 10 Nederlanders, dat er gewoon zo'n jongen zich plaatst uiteindelijk voor ronde nummer 1. En dan de laatste wedstrijd van de vrijdagavond, beter kan eigenlijk niet, tegen Peter Wright. Nou, daar kun je ook heel veel over zeggen en over denken. Maar het was super om naar te kijken. Het zijn sowieso, vind ik zelf, de eerste twee dagen absoluut interessante wedstrijden wat betreft de avondsessies. Over deze middagsessie kun je ook heel veel zeggen. Ik vond de eerste partij absoluut interessant. George Payne was aan het vechten. Ja, dit is zo'n uitzittertje. Niet minder spannend, maar het is heel anders weer. Ja, nee, dat klopt. Niet mooier maken dan het is. Aan de andere kant, om even lekker warm te draaien voor de wedstrijd waarmee we deze middagsessie gaan afsluiten. Het is ook zo'n speler, kijk, heel veel emoties zie je niet. Hè? Dus als je het niet van het darten hebt, of moet hebben in een wedstrijd, ja, dan denk ik dat degene die een kaartje koopt het ook leuk vindt als daar dan iets omheen gebeurt. Zoals Jerry Hendricks dat heel goed heeft begrepen. Dit was wel de 6e 180 van de wedstrijd voor Andrew Gilding. De 8e totaal van dit onderlinge treffen. Vindt Gilding zijn triples nog? 59.
of walst Henderson er nu overheen om Gilding te breken en dan op 2-0 te komen in deze beslissende set. Nou, nee, die laatste schiet in de 5. Dus hier, nou, ik zou toch wel willen zeggen, minstens 6 pijlen voor deze 104, voor Gilding. Triple 19 is raak. 7 ook, dus gaan we naar tops. Ja, dit is de kans voor Henderson als Gilding dan tops mist, om vanaf 145 op 2-0 te komen. De eerste is goed. De tweede niet, die valt na zijn triple 15. Dat is jammer voor Big John. God, dubbel 10. Neem hem even mee terug naar de eerste leg van de wedstrijd. Toen miste Gilding 3 maal de dubbel 10, weet u nog? Maar nu zit hij. 1-1. Ja, de vraag is of wie moet je nu je geld zetten, Niels? Nou ja, wat zou jij doen? Ja, het is wel heel, het gaat wel heel gelijk op deze wedstrijd. Alleen ik heb een beetje het gevoel dat de druk nu bij Henderson ligt. Nou, natuurlijk 2-0 voor een set. Geeft hij weg of geeft hij weg? Gilding die vecht zich terug. 23. Het kan ook zomaar over zijn als Henderson hier zijn lek inlevert, hè, als die gebroken wordt. Dan zal Gilding denken, zie je wel, de aanhouder wint, ik heb je te pakken. Kaarten voor de Dutch Darts Masters. Wilt u daar naartoe? Een geweldig toernooi. Wilt u de toppers van dichtbij meemaken? Dat kan tegenwoordig. Ga naar rtl7darts.nl en daar vindt u alle informatie. Nou, sowieso vind je op rtl7darts.nl heel veel informatie over dit WK, speelschema, uitzendtijden. En een aantal bonusvideo's die onze ploeg ter plaatse voor u maakt. rtl7darts.nl. Mooi hè, dat geel is precies het geel van Gilding ook. 40. Wie zakt er als eerste door het ijs in deze wedstrijd? Dat gaat erop aankomen. 100. Gilding praat zich, u zag het, achter in uw beeld nog wat moed in. Maar het is Henderson die voorlopig in zijn eigen lek de regie heeft. Ja, ik vraag me in één keer bij Gilding af, die speelstijl, of dat van nature is. Dat hij dat zichzelf zo heeft aangeleerd. Is wel goed hoor. Terwijl dit inderdaad een hele goede beurt is. Wel een goeie hoor. Die pompt de drukte nu volop. Maar ja, krijgt hij een kans om te gaan breken. Henderson begint met triple 5. Dat betekent dat hij 97 over heeft. Triple 19, die wordt gemist. Gilding. Beloon jezelf. Die geweldige 3x triple 19 zojuist. Brengt hem op 94. Hij weet dat dit een kans is. Beginnen op de boel, dat is juist. Dan gaan we naar de 19. Ja, dan dubbele boel voor Gilding. 69. Die niet. Lag hier een sleutel in de derde leg van de beslissende set. Henderson nu. We gaan naar tops. Dan moet het nu wel gebeuren. Ja, en het gebeurt nu. John Henderson, full flag in het front first. Game on. Het is met enige pijn en moeite met de hakken over de sloot. Maar Henderson houdt zijn eigen lek. En dat betekent dat hij ook op matchpoint is gekomen. Dus de druk weer
bij zijn tegenstander, bij Gilding. We gaan het van links naar rechts, van boven naar beneden. En daar wordt geen triple gevonden door Gilding. Dus John Henderson. Ik wilde zeggen, doe jezelf een plezier en begin met minstens één triple. Maar dat lukt helaas niet. Ik zei volgens mij niet lekker voor iets over Gilding, hè, en zijn speelstijl. Of dat nou van nature is of dat hij dat zichzelf heeft aangeleerd. Ik zal er heel eerlijk over zijn. Dat geldt een beetje voor beide heren. Het zijn niet de fitsten van het stel. Je ziet wel vaker, laat ik het netjes zeggen, iets meer gezette speler wat langzamer speelt. Natuurlijk wel een tactiek, techniek om wedstrijden die langer duren, zoals deze. Die dus ook tot het einde goed te weten volbrengen. Ja, en ik vraag me hardop denkend af dat als de hele zaal nu op het moment dat hij tot 2 telt, heel snel tot 3 gaat tellen, of hij dan ook van slag is. Kijk, zeg maar dit moment, dan loopt hij en dan gaan we tellen. 1, 2. Als je met z'n allen 3 roept, ben je dan van slag. Hij blijft vechten. Het is misschien zijn laatste kans. Henderson gaat de druk erop knooien. Opknooien. Die zoeken we even op na afloop. Vanaf 101, een sleutelmoment, misschien voor Gilding. Ja, en voor de tiebreak. 20 gegooid, dan gaan we naar onder. Triple 19. Ja, die is raak. Dubbel 12. 12. Ja, dat doet hij. Het wordt 2-2. We krijgen een slotstuk om van te dromen. Wat je er ook van vindt en hoe je er ook over denkt. Het is wel een wedstrijd met spanning. Ja, dan maar waar voor ons geld. Dan maar helemaal tot het einde. Dan gaan we nu ook door naar 5-5. Hier legt Russ Bray even uit wat ik u zojuist al heb uitgelegd. Hoe het werkt is een tiebreak. En wie heeft nu zijn zenuw in bedwang? 83. Henderson weet dat hij van de 4 deelnames 3 keer stranden in ronde nummer 1. En Gilding, ja, gaat door. En ik zeg nog steeds dat het voordeel bij Gilding ligt. Natuurlijk, hij is nu beter begonnen, maar Henderson kan hem niet van hem afschudden. Dus Gilding legt die druk nu volledig in die lek van Henderson. En nogmaals, als Gilding Henderson breekt, ja, is Henderson al mentaal gebroken? Is het dan klaar? De beste prestatie van Gilding was dit jaar in de Players' Championship. Een van de rondes daar, een halve finale. Dat was het in 2016. Niks mis mee, maar het cv'tje van 2016 van Gilding is niet super indrukwekkend. En gaat hij dan hier op vechterskracht deze man verslaan? 6 darts voor deze 143. Initiatief ligt volledig bij Gilding nu. Begint ook weer goed. Triple 17 dan. Wordt ook gegooid. Dubbel 16. Andrew Gilding. Pats. Ja. Dit is een keiharde op de kin van Henderson. En nu, in de leg die Gilding begint.
Wade Seaman. Wie wordt de tegenstander van Gary Anderson in ronde nummer 2? Ja, wie pakt minimaal 17.000 pond prijzengeld? Waarmee is het gewonnen prijzengeld dit seizoen ongeveer verdubbeld. Ook niet onbelangrijk. De centjes. Ja, ik denk overigens niet dat Anderson, mocht hij aan het kijken zijn, denk ik niet. Ik denk dat hij hele andere dingen aan het doen is. Hij kent ze beide. Maar mocht hij hier wat beelden van zien, zal hij niet heel erg zenuwachtig worden. Schat ik zo in. 16-2. Het zou wel mooi zijn om twee van die oerschotten tegenover elkaar te krijgen. Henderson en Anderson. Maar als een gilding ligt, gaat dat even niet gebeuren. Klinkt als een kerstsprookje. 100. En sprookjes, u weet hoe het zit. Haakt Henderson hier definitief af? 66. Nog niet helemaal. Het komt erop aan wat Goldfinger nu gaat doen. Nou, die vindt zijn trippels ook niet. Daar hier liggen kansen voor Henderson. Gilding zou hier eigenlijk even moeten rekenen. Dat doet hij niet. 43. Hij had met de tweede pijl naar de 19 kunnen gaan en de laatste voor de boel. Nou, heel technisch verhaal, maar dan had hij in ieder geval een finish overgehouden. Nu heeft hij dat niet. Henderson vanaf 188. Ja. Ruikt niet. Zet hem netjes weg. Om zo meteen vanaf 48 terug te mogen komen voor 3-3 dan, hè? Yep. Het is wel zo, ik weet niet of je dat thuis ook ziet, dat je op de een of andere manier het gevoel hebt dat Henderson aan het einde van zijn latijn is. Die wordt rooier en rooier. En die wedstrijd die duurt maar. En Gilding doet prima steeds een trucje. Loopt rustig naar de okkie. Ja, het is nog niet gedaan. 3-3. Het is een gevecht. Ik ga weer even terug naar het einde van de eerste set. Toen ik zei twee grootheden. Wat je er ook voor naam aan wilt hangen. Het zijn twee mannen die hier knokken voor een overlevingsplek. Door naar ronde nummer 2. En wie geeft zich als eerste gewonnen? Ik dacht een paar minuten geleden. Henderson op, moem. Maar in één keer is hij er weer. Ja, het gaat allemaal in een golfbeweging, want hetzelfde geldt eigenlijk voor Gilding. Als je denkt van nou, nu erop en erover, je hebt hem te pakken. We zeiden al, nu is hij mentaal geknakt. Ja, dan levert hij zelf weer een hele slechte lek af. Is een van deze spelers nog in staat om de winst enigszins af te dwingen? Of kabbelt dit voort naar een allerlaatste leg prijsschieten? Ja, Henderson na deze tweede arts op 192. Dan
kan je inderdaad voor de mol gaan om een finish over te laten. Ja, Gilding op 311, hij had ook wel gewoon op die 20 kunnen blijven. Het leven zit vol keuzes. Oh, wat mooi gezegd. 97. Gemiddelde van beide mannen rond de 90. Finishpercentage van Henderson ligt nog steeds hoger op 45%. Nou, Henderson, een tijdje terug, kan de regie in de wedstrijd weer overnemen. Want we hadden, dat weet u, een 2-0 voorsprong voor Henderson. Toen werd het één grote Goldfinger show, toen werd het 2-2. 95. En de laatste energie die hij heeft, pompt hij er nu in. Henderson gaat naar tops. Ja, Henderson pakt tops. Zeggen van hem wat je wilt. En ja, hij is zo rood als een tomaat. En ja, het is met heel veel pijn en moeite, zweetdruppels. Maar hij staat wel weer gewoon op 4-3. Ja, maar voor hoe lang? Want dit zou ook maar zo weer zo'n moment kunnen zijn dat Gilding denkt, ik heb het weer. Ja. Het is een golfbeweging. Oh, daar hebben we een mug. Ja, of een wesp. Ik denk dat het een wesp is. Nou. Hallo wel. Die komt qua timing dan ook wel ideaal. Hallo, ook bij de Players Championship Finals, hè? Ben ik zo'n wesp. Het is wat, ja. Nou ja, goed, als je een kaartje hebt als wesp, dan mag je op het podium komen. All area pass. 95. Ja, wesp, ja, zo'n wesp. December is het, hè? Ja. Misschien is het zijn mascotte. Brengt het hem geluk. Oeh, Gilding is wel weer bezig, hoor. In zijn eigen leg. Tijd zat voor Andrew Gilding om deze 81 weg te gaan werken. Ja, en een wespensteek uit te gaan delen. Eentje die toch weer pijn gaat doen. Als het hem lukt. Het hoeft niet nu, hè. En ja, ze staan nog niet op een finish. Dus kan hij nu naar triple 10. Ja, even kijken. Nee, die zit er niet in. Nou, laat top staan. Doet hij goed. Andrew, 4-4. Dat zou de stand kunnen worden als Gilding hier tops wint. Kan er mooi tegenaan, zou ik zeggen. Het dakje is gebouwd. En nu Gilding. Ja, maar het schuurtje wordt niet neergezet. Goed, Henderson. Nou, je krijgt een kans. Ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar het is voor de wedstrijd. Ja. Dan zeg het dan. Het was voor de wedstrijd. Andrew, you require 40. Terug naar tops. Pijl nummer 4. In deze vijfde set. In deze leg. Mag hij het weer gaan proberen? Nou, dan is er een variantje, dubbel 10. Maar dan heb je er ook maar één over. Ja. Andrew Gilding. Henderson, dit is jouw kans, jongen. Weg naar ronde 2 is open vanaf 90. Nog eentje ernaast. Ja, we gaan de boel. Boel voor Henderson. 65. Oh, 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 oh. En we hebben wat boels van Henderson vandaag gehad. En hij wordt nog rooier. Gilding, dubbel 2. 4-4. Oeps, oeps, oeps. Henderson kan zichzelf wel voor zijn kop slaan dat hij deze kans liet liggen. Ja, we hebben de eerste pijl voor de wedstrijd gehad. En die komt op naam van Henderson.
By far is dit de langstdurende partij uit de eerste ronde tot nu toe. En het is heel lastig om een favoriet nu aan te wijzen. Omdat het echt van de ene kant naar de andere kant duikelt. Nou, overigens wel Gilding 7 keer 180 in deze wedstrijd. Natuurlijk mag hij veel meer lek spelen dan de namen die ik nu ga noemen. Maar lijstje 180ers wordt voorlopig aangevoerd door Joel Spain, Michael Smith en deze Gilding. Een zenuwslopende partij voor beide mannen. Met maar één doel. Ronde nummer 2. 100. Ja, het is simpel. Het is een best of drietje vanaf nu. Vanaf deze leg. We zijn er bijna. Ja, dat zei je een half uur geleden ook niet. Maar nu weet ik het echt zeker. Gilding, even blijven rekenen. Dus naar de 18, laat 170 staan. Henderson, 101. Triple 19, nee. 57. Dus 170 voor Andrew Gilding. Tot nu toe miste Henderson in zijn leg de dubbels niet. Maar nu begint hij met zijn eerste pijl in de 13. Ook vol in de 13. Jezus. Wat een losse vlodder daar van Henderson. Dus krijgt hij maar één pijl op dubbel 12. Ja, ik zei dubbel 12. Die zit daar. Ja, daar. Ja. 5-4. Als hij nu Gilding weet te breken, dan is het ticket voor de tweede ronde zeker. Die gaan we verzilveren. Maar ja, weer begint Gilding goed. Dat is toch best wel knap hoor. Henderson al een paar keer op matchpoint gekomen. Dus dat druk dan echt op Gilding staat, begint hij goed. Maar nu doet Henderson het ook. Zijn derde van de wedstrijd. Momentum, het woord wat we nog niet gebruikt hebben, ligt nu bij John Henderson. Lach bij John Henderson. Oh. Antwoord van Gilding. Ze persen er in de slotfase van deze wedstrijd echt alles uit nu. 83. Dan verdienen ze het ook allebei om tot het gaatje te gaan en die allerlaatste leg te mogen spelen, zou ik zeggen. Gilding, maak er maar 5-5 van. 96. Voor Gilding. Nu even geen domme dingen gaan doen. Triple 20. Goed, single 20. Hij gaat voor topstops. Is dat slim? Ja, die gaat verder buiten. Andrew Gilding. Oeh, slechte beurt voor Gilding. Henderson vanaf 113. Het is voor de wedstrijd. Krijgt hij een pijl. Dan moet hij nu triple 19 gooien. Dan krijgt die pijl nog niet. Maar ja, 65 voor Gilding. Andrew, you require 65. Het duel tussen beide mannen dendert voort. Single ball en tops voor Gilding. Oh ja, dat is het risico. Dubbele ball. Hij gaat maar één pijl krijgen. Gilding om in leven te blijven. En hij is nog in leven. Het is 5-5.
with a score of 5-0 in the final set. The 11th leg is sudden death. It'll be Andrew to throw for the bullseye first, to decide who throws first. We gaan tossen. Boelen. Boelen. We gaan boelen om te bepalen wie de allerlaatste leg mag gaan beginnen. Dat is wel zo eerlijk. Het is Gilding als eerste. Die gooit buiten de bol. Dan moet je hem eruit halen bij de PDC. Henderson, single balls voldoende. Gooit hem er ook buiten. Dat betekent dat we overnieuw gaan gooien. Er wordt dus niet meer exact gemeten. Henderson. Outside the 25. Wie gaat hem als eerste in de boel gooien? Gilder is ernaar. Thank you, ladies and gentlemen. The 11th and final leg is Andrew to throw first. Game on! Wat een ontknoping van deze wedstrijd uit de eerste ronde. De derde wedstrijd van deze zaterdagmiddag. En als je ze zo ziet staan, dan zou je je kaart op Gilding zetten. Het begin van Gilding is goed. Twee triples erbij. Henderson in de achtervolging. Vindt hij ze. Hij vindt iets. Die laat als eerste een steekje vallen. Een steekje die nogal bepalend kan zijn. Weer een triple gevonden door Gilding met de laatste. En Henderson heeft het bijna niet meer. Zij wint ze niet. Ja, en is dan na John Part, Darren Webster en Vincent van der Voort, Andrew Gilding, de vierde man die Henderson er in de eerste ronde uitknikkert. Ja, Gilding heeft geen haast nu. We weten het binnen enkele seconden. Gilding vanaf 143 voor de wedstrijd, de strippel 17. Nee, die valt in de 3. Maar hij heeft nog even. 68. Het enige wat Henderson nu nog kan doen is de druk er even vol op knallen. Henderson kreeg één wedstrijdpijl in deze wedstrijd. Dat was een pijl op de bol. Maar is het toch Gilding 100. Die als winnaar van Andrew het podium af gaat stappen? 75. Het zou het zijn, 75 voor de wedstrijd. Wie treft Gary Henderson in ronde nummer 2? Is het Andrew Gilding? Het is Andrew Gilding die via toch zijn beslissing brengt in dit krankzinnige duel. Henderson.